Aankomend weekend maak je de Stevenskerk mee zoals je die nooit meer gaat zien. Oldstream organiseert er, wanneer het donker is, een tweedaagse lichtkunstexpositie. Zeven kunstenaars maken drie kunstinstallaties voor de kerk... waarin beeld, licht en geluid elkaar aanvullen rondom het thema reflectie. De kunstenaars maken dankbaar gebruik van de bijzondere architectuur en de akoestiek van de kerk. Waren in 2014 waren we ook al in de Stevenskerk. Uh, samen met de Orgelkring hebben we toen een videomappingconcert echt gedaan. Um, daar hebben we eigenlijk vooral van geleerd dat het heel erg tof is om iets in de Stevenskerk te doen. Maar praktisch gezien hebben we eigenlijk niet heel veel uh, daarvan nu weer mee kunnen nemen. Omdat dit eigenlijk gewoon weer helemaal nieuwe installaties zijn, ook op andere plekken in de kerk. Um, dus het is dus vooral de ervaring die we mee hebben genomen, maar niet per se uh, ja, zeg maar de technische dingen. De kracht van de kunst van Allstream vind ik zelf um, dat het eigenlijk een beetje een brug slaat tussen uh, nieuwe technologische ontwikkelingen, die eigenlijk waar iedereen op de een of andere manier mee te maken krijgt. En zeg maar hoe dat je dat in kunst vertaalt. Het zijn eigenlijk drie verschillende. Um, Installaties die we doen, die elk weer hun eigen moeilijkheden hebben waar we, ja, die we moeten tackelen. Het is gewoon een hele toffe locatie, maar natuurlijk ook wel een hele oude en hele hoge locatie. Dus uh, het is voor ons wel even zoeken hoe, dat je, ja, hoe dat we het precies het beste kunnen doen. Maar uh, ja, we hebben een heel team, dus dat komt helemaal goed. Het is een nieuw project van ons, Old Stream on Stage, uh, waarbij we dus echt met jonge Gelderse makers aan de slag gaan. Het is ook echt een soort van. Uh, ja, educatietraject kun je het noemen. Ze maar, dus krijgen allemaal trainingen, worden begeleid en uh, leren om zeg maar, in opdracht te werken. Zeg maar, dus dat vloeit samen. Dus, uh, ja, het is weer heel iets anders dan bijvoorbeeld de videomapping anderhalf jaar geleden. Het is gewoon een heel ander team. Um, dus ja het, is, uh, ja, het is anders, maar uh, minstens net zo leuk. Een uitdaging is uh, de hoogte, wat ik al zei. Dus uh, het is een beetje zoeken naar hoe, uh, ja, hoe dat we dat met videomappen bijvoorbeeld het beste kunnen doen. Uh, en bijvoorbeeld, je zit gewoon met vaste elementen als de kroonluchters, waar je een beetje omheen moet werken. En um, ja, het is gewoon een hele grote ruimte. Dus uh, ja, dat is, uh, is heel mooi, maar dat is ook wel uh, ja, een uitdaging. Ja, we hopen natuurlijk dat er heel veel mensen komen. We gaan ook lekker in de stad flyeren, dat mensen ook gewoon, mensen gewoon uh, spontaan langs kunnen komen. Dus uh, ja, de deur staat gewoon echt voor iedereen open. Wat het voor kinderen leuk maakt, is dat het gewoon echt visueel is. zeg maar. alle kinderen zijn waarschijnlijk wel een keer in een kerk geweest. Maar je ziet de kerk gewoon op een heel andere manier. Dus er worden letterlijk en figuurlijk gewoon heel andere dingen belicht in de kerk. En het is gewoon echt een combinatie van beeld, uh, licht en geluid. En ja, toen ik kind was, vond ik dat in ieder geval het tofst als alles samenkwam. Dus uh, ja, het is zeker ook heel leuk voor kinderen.